Precies 100 jaar geleden presenteerde Alexander Graham Bell zijn uitvinding de telefoon. Een trechtervormig apparaat met een varkensblaas als vibrerend membraan. De telefoon kreeg zijn stem op 10 maart 1876. De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd dat ermee gesproken en geluisterd werd. Hallo, hallo. Verstaat u mij? Hallo, wie is daar? Hallo. Als huistelefoon werd hij vaak sierlijk verpakt, zoals bijvoorbeeld in een fotolijst. Kunt u mij zo verstaan? De Engelse natuurkundige Hughes zorgde in 1878 voor een microfoon die als versterker fungeert. In verbeterde vorm wordt deze microfoon toegepast in de telefoons van het al spoedig op gang komende lokale telefoonverkeer via een centrale. Een centralist zorgt via klinken aan koorden voor de verbinding tussen aanvrager en ontvanger. Zeker, toestel 1, kom voor u. Uit het lokale telefoonverkeer ontwikkelt zich na verloop van enige tijd het interlokale, dat overigens nog via handschakelingen en via meer dan één centrale tot stand wordt gebracht. De telefoontoestellen krijgen telkens andere vormen. De automatisering in de jaren 20 brengt de kiesschijf, waarmee de abonnee zelf een verbinding tot stand kan brengen. In de automatische centrale hebben kiezers het werk van de telefonisten overgenomen. In enkele seconden kunnen zo afstanden van duizenden kilometers worden overbrugd. En de ontwikkeling gaat verder. Er bestaan al proefaansluitingen op de beeldtelefoon, waarmee stem en beeld gelijktijdig kunnen worden overgebracht. Kaartje willen laten zien. En het internationale telefoonverkeer wordt niet alleen meer via onderzeese kabels gevoerd, maar gaat tegenwoordig ook via satellieten. Zo staat in Friesland een reusachtige paraboolantenne die gericht is op de satelliet Intelsat 4 en die gesprekken relayeert tussen Europa en Afrika, Klein-Azië, het oosten van de Verenigde Staten en heel Zuid-Amerika. Al komen daar weer wel telefonisten aan te pas. Say Amsterdam, voor de oosten passen met Colombia. Telefonische communicatie is uit onze wereld niet meer weg te denken, zoals tot 1 oktober te zien is op de tentoonstelling die in het Haagse Postmuseum ter gelegenheid van 100 jaar telefoon is ingericht.